Ferry Weertman is woensdag bij de Eik Korteband zwemmen in Kopenhagen een zevende geëindigd op de 400 meter vrije slag. Ook de Estavet zwemmers schepen naast de medaille, terwijl Kira Toesaiend zich met een Nederlands record plaatste voor de finale van de 100 meter rugslag. Weertman, Olympisch en wereldkampioen op de 10 kilometer open water, tikt aan in 3.42,00. Eerder op woensdag had Weertman zich nog met een snellere tijd, 3.41,54, Geplaatst voor de eindstrijd: Estafet-zwemmers Niels Korstanje, Jesse Puts, Tom de Boer en Kielestool eindigden met 1.24,61 ras vierde op de 4x50 meter vrije slag. Het goud ging in 1.23,23 naar Rusland dat Italië en Polen voorbleef. Het viertal had zich woensdagochtend met 1.25,40 achter Italië als tweede geplaatst voor de finale. Daarin moesten de Nederlandse zwemmers in de achtervolging op Polen dat goed van start was gegaan. Slotzwemmer Kielestolk kon het graag met Polen net niet meer dichten. Toesai en Toesai in noteerde een Nederlands record in haar halve finale van de 100 meter rugslag. 56,80. Waarmee ze zich overtuigend plaatste voor de eindstrijd. Het oude nationale record stond sinds 2012 op 57,16. Maaken de waard noteerde overal de negende tijd en dat was niet genoeg om een plekje in de eindstrijd te bemachtigen. Jury Verlinden plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. De 29-jarige Limburger tikte met 50,44 als vierde aan in de eerste halve finale. Die tijd bleek na de tweede halve finale de vijfde overal en dat is voldoende voor de finale van donderdag. Verlinden veroverde in 2010 zilver op de 100. 100 meter vlinderslag tijdens de ekkkortebaan. In 2012 veiligde hij als vierde. Na de Spelen van Londen 2012, waar de vlinderslagspecialist als zesde finishte op de 100 meter, volgde een enkele jaren met fysieke problemen. Rano Micromoid jojo maakt donderdag voor het eerst haar opwachting. De Eck in Denemarken duren tot en met zondag.